Ja. Gelooft u dat Allah dezelfde God is als die van de christenen? Dat is een hele mooie vraag, weet je dat? De vraag, geloof je dat Allah dezelfde God is als de God van de christenen? Dat vind ik echt een hele mooie vraag. Waarom? Waarom vind ik dat een hele mooie vraag? Omdat het antwoord op die vraag bij ons een stukje verbinding is tussen de moslims en de christenen. Waarom? In de Koran is er een hele duidelijk vers waarin Allah zegt: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. Ik zal het even in het Arabisch even oplezen. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَأُنْزِلَ عَلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Je hebt allemaal begrepen? Tuurlijk. Oké, nu de ondertiteling. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. Allah zegt in de Koran, hij zegt: discussieer niet en treed niet in dialoog met de mensen van het boek, dat zijn de christenen en de joden, behalve op de beste wijze. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Behalve degene die zich onrechtvaardig opstellen en onrechtplegend opstellen jegens de moslims. Maar iemand die neutraal is en oprecht op zoek is naar de waarheid, God zegt, Allah zegt, treed met hen op de beste wijze in dialoog. Door naar elkaar te luisteren, elkaar de ruimte te geven hoe de ander denkt en met bewijzen te komen. En zeg tegen hen, Allah zegt, en zeg tegen hen, wij geloven in datgene wat aan jullie is openbaard. Weet je wat het is of niet? De Bijbel. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. En zeg tegen hen, zegt Allah, en zeg tegen de christenen, dat jullie als moslims ook geloven in de Bijbel die aan Jezus openbaart. Maar weliswaar, de originele Bijbel, die waarschijnlijk hoogstens in het Aramees was, zeg je dat goed? Of Grieks? Ja? Ja, Hebreeuws, Grieks, Aramees. Die Bijbel. Zie je die Bijbel in het Aramees, Hebreeuws en Grieks? Allah, God zegt tegen ons, geloof dat die Bijbel geopenbaard is aan Jezus. Vrede zij met hem. Maar dat jullie ook geloven in het boek wat daarna is geopenbaard, namelijk de Koran. De Bijbel van vandaag, daarvan geloven wij als moslims, dat hij niet meer origineel is gebleven. En daar kunnen wij dus niet meer in geloven. Waarom? Dat is een heel lang verhaal, maar onder andere door vertalingen, onder andere door verhalen die over Jezus in de Bijbel zijn terechtgekomen. Goed, daar wil ik niet veel over spreken, want dat laat ik over aan meester Daniel. Maar vanuit islamitisch perspectief, wij geloven in de originele Bijbel, die aan Jezus is geopenbaard, waarvan wij geloven als moslims, met alle respect natuurlijk, voor anderen die daar anders over denken, en ook richting meester Daniel natuurlijk. Wij geloven dus in de Bijbel die aan Jezus is geopenbaard, waarvan wij geloven dat de Bijbel van vandaag de dag niet daarmee overeenkomt. En wij geloven ook in de Koran. Oké, terug naar jouw vraag. Dan is het God, wa ilahukum wahid. En zeg, o moslims, in jullie God, de God van de christenen, is dezelfde als de God van de moslims. In andere woorden, het gaat om dezelfde God. Alleen geloven de christenen anders in deze God dan moslims. Dat is waar. Maar wij als moslims geloven dat het dezelfde God is. En dat staat letterlijk in de Koran. En dat vind ik een heel mooi vers. En dat is een stukje verbinding tussen christenen en moslims. En wij als moslims zeggen natuurlijk van, yo christenen, laten we geloven in dezelfde God. Laten wij zoeken naar eenheid. En wij geloven dat die God almachtig is, vergevensgezind, genadig, en dat er maar één God is. Dus er is één God. En dat alle andere profeten, profeet Mohammed, profeet Jezus, profeet Mozes, profeet Noach, profeet Abraham, waren allemaal boodschappers van God, die de boodschap van God overbrachten naar de mens. En dat is de boodschap van de moslim, van de islam. Dus dat is het antwoord, denk ik, op jouw vraag.